KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie. Hey mensen en welkom bij de volgende wedstrijd hier. Speelronde 4 van Pool C. En we hebben vandaag voor jullie Excelsior, De Graafschap. En deze pool is bizar spannend. Na 3 speelrondes staan zowel De Graafschap als Feyenoord, als Fortuna Sittard, als Excelsior op 4 punten. En we hebben dus 2 van die ploegen vandaag. Ja, dus dit is voor deze mannen. Als je deze wint, maak je echt een grote stap. En richting de tweede plek. Maar je speelt jezelf ook volgens mij al een soort van safe. Voor in ieder geval een play-off plek. Weet je in ieder geval dat je niet naar huis hoeft? Dat sowieso, ja. Nog niet dat zeker sowieso. Volgens mij met 1 wedstrijd te gaan. Maar ja, weet je, als je nu je directe concurrent aan de kant zet, is de kans dat je nog 5e wordt is wel erg klein. Ja. Maar ja, niks is nog beslist na deze wedstrijd. Dat is wel een dingetje. Ja, als we even kijken naar het doelsaldo, hoor, dat is trouwens een kansje. Als we kijken naar het doelsaldo, dat is best wel belangrijk. Want er kunnen best wel een paar teams op 7 punten komen. Dani, De Graafschap, heeft een doelsaldo nu van 2. Okay. Excelsior, Bas heeft een doelsaldo van -3. Oké, dat is dus wel beduidend slechter. Ja, verder hebben we Feyenoord met een doelsaldo van 1. Excelsior ook met Fortuna ook met -3. Ja, dus eigenlijk heeft Dani op dit moment de beste papieren. Maar ja, het gaat uiteindelijk toch om punten. Dus dan moet hij vandaag wel dat waarmaken. Maar dat betekent, als Dani deze pot wint, is hij sowieso 2e. Is dat zeker? Ja. Tenzij, de laatste wedstrijd moet nog gespeeld worden. Dit is de laatste wedstrijd. Maar dit is niet de laatste wedstrijd. Er is ook een 5e wedstrijd natuurlijk. Dit is de... Je hebt gelijk. Dit is de 4e. Jezus. Ik ben niet scherp. Je hebt gelijk. Inderdaad, het is wel een hele belangrijke. Zeker ook om in ieder geval directe degradatie of directe uitschakeling te voorkomen. De play-off plek speel je toch wel redelijk safe. Dat wel. Dus laat ik het anders formuleren. Dan ben je sowieso aan het eind van deze dag dik boven. Ja. Op Tonino. Ja, dat sowieso. Dus dan sta je er gewoon lekker voor. En natuurlijk worden er ook op dit moment andere wedstrijden gespeeld die jullie ook kunnen gaan checken. Ja. Maar wij zijn vandaag hier bij Excelsior De Graafschap. Waar het balletje gaat lekker rond. De Graafschap in het geel natuurlijk. Hier met Johan Cruijff. Ja, die kapt en draait wat af. Gullit. Ze hebben allebei heerlijke teams. Ja, Alexandro staat heel hoog. Die kwam hier aan de bal. Ja, die komt lekker meedoen. Die heeft er zin in vandaag. Je Messi'tje, Vieira. Messi zie je niet heel vaak, hè? Nee, je ziet hem af en toe als invaller gebruikt worden. Wel. Maar niet vanaf de basis niet per se, nee. Dani gebruikt hem constant in de basis. Ja. Dat is een van de weinigen volgens mij, voor zover ik weet. Ja, heel veel mensen vinden dat Messi te weinig kracht of dat op die manier stamina hebt. Stamina op cam is ook niet lengte. Lengte. Ja, dus dat soort dingen spelen natuurlijk wel een factor daarin. Maar ja, aan de andere kant blijft natuurlijk wel een lekker spelletje op zich hoor. Die 95, wat is het, 95 Messi? Nee, Champions League kaart. Ja, 95 is die. Ja, dat is ook lekker trouwens, Ronaldo. Goeie bal op Ronaldo Lima, maar ook goed verdedigd door... Goed, Gullit, dit is een aardige riskante paas. Wat zijn jouw verwachtingen voor vandaag? Ik vind het heel moeilijk. Ja, ze staan niet voor niks zo dicht bij elkaar. Deze hele pool is natuurlijk lastig te voorspellen. Maar vooral ook, er is straks die eerste game gespeeld. En er zit best wel wat mooie bal. Op deze wedstrijd. Want natuurlijk, hè, zoals we zeiden, we weten de belangen nu. Ja. Maar er zit best wel wat druk op die wedstrijd. Dus die tweede wedstrijd wordt dan alleen nog maar zwaarder en moeilijker. Ja. Als in, je moet een voorsprong verdedigen die heel belangrijk voor je is. De ander gaat dan weer aanvallen. Dan komen er toch net wat andere dingetjes kijken. Ja, het is een heel interessant potje, dat sowieso. Ja, sowieso. En het is de eerste echt... dit is wel echt een echte test. Kijk, op het begin is het allemaal nog leuk. En dan win je een potje, verlies je een potje. En prima, maar nu gaat het er echt om. En nu weet je dat iets binnen handbereik is. Dus dan denk ik dat je nog extra stressvol wordt of extra emoties. Ja, nee, gelijk, benieuwd hoe ze daarmee omgaan. Ja. Nee, ze hebben allebei een vrij bizarre pot gehad tegen in ieder geval Jimmy van Feyenoord. Waarin Dani natuurlijk 3-0 achter stond en vervolgens uiteindelijk 6-3 won. Bas had helemaal een bizarre pot waarin in de tweede pot op minuut 85 volgens mij nog 2-2 stond. Uiteindelijk wint hij hem 4-3. Met een omhaal van Ronaldo in de laatste seconde. Waardoor het over het algemeen gelijk wordt. Deze bal is ook heerlijk trouwens. En hier komt de voorsprong. 1-0 voor Bas. Excelsior, Eusebio. En gelijk die focus weer. Hè. Doorklikken, aftrappen, buitenspelval en door. Niet te blijven hangen. Ja, 1 goal zegt weinig. We hebben natuurlijk 180 minuten aan speeltijd. Maar het is wel heel lekker om voor te komen. Dat geeft zo'n lekker gevoel mentaal. Dat je weet, ik doe goed mee. Ik heb nu de touwtjes in handen. Dat is zo'n lekker gevoel. Goed. Kijk hoe Dani ermee omgaat. Meteen wel met een schotje terug. Noya pakt hem op. Doorgekopt. En de bal van Kyle Walker die hem uiteindelijk niet heeft. Hier Lima. Neymar wegsturen. Uit spel. Beetje slordig.
en de opbouw van Dani. Ruudje Gullit. Ruudje Gullit. Alexandro via Ronaldo Cruijff in de 1-2. Lekker gecombineerd. Vieira. Ruimte zoeken. Ja, heel veel ruimte hier bij Vieira. Maar ja, dat is natuurlijk niet de meest aanvallende speler. Nee. Dus de bal gaat naar Messi. Die heeft ruimte om te schieten. Maar wederom Neuer. Wel goed getimed. Een simpel balletje voor Neuer. Dit. Ja. Hiermee test je Neuer nog niet echt. Een beetje inschietballetje voor Manuel Neuer. Ik heb begrepen dat Dani niet echt al te spreken is over Neuer. Vorige wedstrijd niet inderdaad. Vorige potje inderdaad, ja. Maar toch gebruikt hij hem wel weer. Ja. Ja, dat is ook wel om hem daarvoor te wisselen, ja. Dat is natuurlijk lastig. Je kan ervoor kiezen om dan Courtois of De Gea erin te gooien. Ja, je hoort toch veel mensen die zeggen dat De Gea de beste optie is, maar... Ja, ik ben zelf een Oblak fan. Ja. Nou ja, dat is hem dus zeker niet. Nee, dat is hem dus zeker niet. Je hebt inderdaad een paar... flauw, heel flauw. Nee, dat is humor om te lachen. Je hebt inderdaad een paar van die spelers, een paar van die keepers rond de 90 zitten. Met inderdaad De Gea, Neuer, Courtois, Oblak. Ik denk dat het allemaal niet heel veel verschil maakt. Nee, het zijn hele kleine dingetjes. Ja. En ze hebben allebei hun voordelen en ook hun nadelen. Dus het weegt dan wel weer tegen elkaar op, zeg maar. Ja, deze bal werd gestoken door Excelsior. Kwam er niet helemaal doorheen. En dus Alexandro aan de bal hier voor de Graafschap. Heel veel ruimte. Deze is lekker. Bij Cristiano. Voorzet is goed. Aangenomen. Gullit. Tegenover Gullit. Mooi. Langs. Wat een prachtige goal van Dani Visser. Dit is lekker zeg. Met zijn baas. Ja. De man van Team Gullit doet het. Dat contract wordt een beetje opgeschroefd op deze manier. De baas belt. Hij zag dat het goed was. Ja, dit is een schitterende goal. Dit is echt een heerlijke goal zeg. Ook een plek waarvan ik zelf niet zo snel zou schieten, denk ik. Het stond nog best wel in de drukte. Ja, maar hij haalde hem mooi terug. De bal kwam voor, nam hem aan en toen twee dragbacks. Ja, heerlijk. Toch de ruimte gevonden voor het schot. Ja, de schot dodelijk. Korte hoek. Perfect. Hier, klein klutsje. En dan is het rust alweer. Leuk is de helft. Ja, 1-1. Nog niks bepaald. We hebben nog natuurlijk een tweede helft in deze wedstrijd. En nog een hele tweede leg überhaupt. Dus de schoten zitten redelijk dicht bij elkaar. Iets meer voor de Graafschap, ook iets meer balbezit. Allebei nemen ze nog een kleine sip. Water. Hoorde je hem ook? Ik hoorde hem ook, ja. Ik vond hem ook wel een beetje kinky bijna. Ik weet niet of ik dat mag zeggen voor de jongere doelgroep. Bij deze heb ik het toch gezegd. Nee, de twee gasten gaan rustig door. 1-1. Niks aan de hand voor beide. Stel het wordt gelijk spel, dan hebben we natuurlijk wel dadelijk een lachende derde. Dan hebben we een lachende derde, ja. Dan zijn het inderdaad die gasten of Feyenoord of Fortuna die daar heel tevreden mee zijn. Ja. Inderdaad. Hier ondertussen wordt lekker getikt. Cruijffie naar Messi. Ik had het gevoel dat het eerste deel van de eerste helft een beetje voor Excelsior was en het tweede deel wat meer voor Dani werd. Ja, het was echt heel erg tegen elkaar opwegend. Ja. Logisch ook als de 1-1. Of ja, hoeft niet logisch te zijn, maar in dit geval. Het is wel het was eerlijk verdeeld. Het is een logische uitslag. Ja. Tussenstand, laat ik het zo zeggen. Nu pakt Dani toch wat meer rust. Ja, iets langer die bal in de ploeg houden. Niet per se heel geforceerd naar voren. Maar je kan inderdaad die lijn vinden naar Cruijff toe bijvoorbeeld. Nu aan die zijkant benut heeft Messi hier. Voorzet is redelijk. Zo, hij kwam er aardig boven. Ja. Maar toch goed verdedigd uiteindelijk nog. Was even billen knijpen denk ik voor Bas. Hier is Sebiootje. Oh, dit is een goede bal, maar dit was buiten spel. Hij had denk ik op R9 gemoeten. Ja, waarschijnlijk wel. Hij geeft zelf aan te gehaast. Ja, hij kwam er sowieso niet doorheen. Maar inderdaad, als hij er doorheen was, waarschijnlijk buiten spel. Nu Excelsior dan aan de zijkant. Vieira aan de zijkant. Wil je hem eigenlijk niet hebben? Vieira linksbuiten. Oké. Oké. Het is een beetje alsof je informatie aangepast hebt. Daar komt hij. Cristiano Ronaldo. Eusebio. Eusebio heel vrij. Mooi gespeeld. Ja. Slim naar de keeper gekeken. Ja, keeper ging al naar buiten toe. Rustig de tijd gepakt met Eusebio. En de korte hoek gevonden door Bas. Knap gedaan. En exact hetzelfde als in de eerste helft. Komt Bas wederom op voorsprong. En zie je Dani even... Zoeken naar lucht, zoeken naar gedachtes. Ja. Hoe ga ik dit oplossen? Hoe ga ik me herpakken? Ja, het knapste aan deze goal is dat je op dat moment de rust bewaart. Om inderdaad te kijken naar de keeper. En niet, vaak raak je in zo'n paniek. Denk je, oh shit, 1-op-1 kans. Dan schiet je maar gewoon. Dat is denk ik wel echt een heel groot verschil tussen pro's ook. Hè. Omdat pro's heel goed beheersen. Dat moment die rust. Inderdaad, een gemiddelde speler. Wat je beschrijft het perfect. Ja, voor ons zou het automatisme zijn. Oké, ik sta nu 1-op-1. Een geplaatst schot, verre hoek gaat altijd in. Ja. Keeper wordt bewogen, pakt hij hem rustig op. Ja, dan ben je de lul. Ja. Dan ben je genaaid gewoon. Ja, 100% kans gemist. Ja. Zonde. Terwijl als je net even die rust pakt en kijkt. Terwijl hier ook een kans komt. Goed verdedigd. Goed verdedigd, ja. Als je net even die rust pakt, dan schieten we er zo simpel in. Ja, mooie goal was dit weer. We krijgen sowieso mooie goals te zien. Het is een lekker potje gewoon. Gewoon een lekker potje. Hier Ronaldo, door.
Heel veel ruimte bij Cristiano. Oh, hij schiet niet. Hij geeft hem ook aan Eusebio. Wederom de korte hoek. Zieke redding. Nu dacht Dani, dat ga ik niet nog een keer intrappen. Wat vind je ervan? Cruijff komt erin voor Ronaldo Lima. Ja. Henry nog? Of misschien Balak? Cruijff toch niet. Cruijff toch niet? Nee. Huh? Nou, oké. Okay. Hij weet het even niet. Of toch weer wel? Of toch toch weer niet? Of toch weer niet. Of toch wel. Pelé misschien erin? Nee, Henry. Toch Henry. Henry voor Neymar. Toch Neymar weer. Wat? Okay. Hij verandert uiteindelijk niets. Ja, nee. Ja, Henry wel erin. Henry op rechtsbuiten voor Eusebio. Oh, op rechtsbuiten. Ja. Ja. Had hij zijn doelpunt te maken eraf? Ja, Eusebio eruit voor Henry. Gewoon vergelijkbare spelers, vers bloed. En hier is Henry meteen. Oh, dit was niet. Nee, die is niet helemaal ideaal getimed. Dit is niet hoe we Henry kennen. lekker binnenkomen. Sherry Henry. Sherry Henry. En nu komt de uittocht van Neuer hier op Ferdinand. Ja, dit is voor Dani wel een beetje tegenvalt. Die drong eigenlijk wel wat meer aan dan Bas in het begin van die tweede helft. En volgens toch meteen die 2-1 om de oortjes. Nu een kwestie van even die rust houden. Deze ballen zijn dus niet nodig. Dit is precies wat ik bedoel met die rust houden. Gewoon lekker blijven combineren. Oh, de actie was eigenlijk mooi, maar toch ging het op een manier mis. Ja. Zo! Viera, oké. Cheeky. Skelage. Cheeky. Dit is een goede bal. Hij blijft niet binnen. Wel binnen. Ah. Nee, toch niet. Bro, die bal was binnen. Ja, voor mij ook ja. Far. 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 Far over de lijn. Walker, mooi geopend. Even terughalen. Viera erbij betrekken naar Gullit. En weer terug bij Alexandro. Waar het begon. Ja, maar goed, wel een klein beetje opgeschoven. En de tijd weggetikt, ook lekker met 2 en voor. Kuurtje Gullit weer. En hier ingeleverd, dan kan Dani misschien even overnemen. Hier wat ruimte. Wordt aangeraakt, maar blijft waarschijnlijk wel binnen. Ronaldo. Wow! Zo. Wat gebeurt daar dan? Hij houdt wel een ingooi aan over. Hij gaat vervolgens misschien even wisselen. Zou hij gaan wisselen of zou hij wisselen en toch niet wisselen? Wisselen. Nee, Pelé valt in voor Neymar. Dat weet je natuurlijk nooit zeker, want hij kan een offensief uitgehaald worden. En ruikt voor Ronaldo. Hij laat dus zijn verdedigende speler staan. Hij besluit niet bijvoorbeeld Balak te brengen. Nee. Ik krijg een Pelé erin, eerder al... Henry, inderdaad. Henry. Thierry Henry. Ja. Ja, het is een keuze. Ja. Het is sowieso een keuze. Ik zit te denken waarom die dat zou doen. Ja, misschien toch inderdaad proberen toch nog voor die 3-1 te gaan. En waarom ook niet? Alleen maar leuk. Zo. Dit was toch wel een kans. First time. Ja. Nou, iets meer ruimte en dan gaat erin. Ja, precies. Goed geblokt ook natuurlijk. Hier die verse Pelé. Aardig drekbekje. Universe Cruijff. Wat fijn hoor, was dat je wissels zijn. En dan heb je een aardig bankje zitten hoor. Cruijff krijgt de bal goed. Voor. Keeper raakt hem aan. Niet helemaal ideaal gedaan. Gelukkig pakt hem over. En dus even het gevaar geweken. Dan gaat het snel hoor. Dan gaat het heel snel. Zijkantje op met Ronaldo, Cristiano. Maldini hier langs. Goed gecombineerd Ronaldinho. Via Ronaldinho, die volgens mij net is ingevallen. Hier die Balak ook ingevallen. Die verse Balak. En inderdaad Ronaldinho erbij. Ja, je ziet het inderdaad aan de... Aan de fitnessbal. Aan de fitness, ja. Ook opvallend dat Balak erin komt dan als je achter staat. Ja. Ja, maar ja, misschien als enige slot nog op de deur. Ja, een beetje controle houden of zo. Want ik denk dat, als ik het zo zie, dat Gullit naar zijn andere center defensive mid posities gegaan. Ja. Maar dat is natuurlijk wel redelijk aanvallender. Ja, veel aanvallender. CDM, ja, als je daar bijvoorbeeld eerst Vieira hebt staan, ik noem maar iemand. Ja, Vieira is er nu uit. Ja. Hier Ferdinand. Hier inderdaad die Ronaldinho. Cristiano. Naar Lima. Hier die Balak. Die Balak komt aardig mee naar voren. Ja. Constant. Ja, hetzelfde natuurlijk voor die Walker. Die kennen we ook. Is die Eusebio op rechtsbuiten is volgens mij ook nieuw. Is de derde wissel van Dani geweest. Inmiddels zitten we in de laatste 5 minuten. En kan Dani nog een gelijkspel uit het vuur slepen? Dit is een grote kans. Wordt er doorgetikt door Ronaldo, maar goed geblokt. En dan wordt het nog een corner. Dit was de kans misschien wel op de 2-2. Maar wordt gewoon ontzettend goed verdedigd door Bas van Excelsior. Aanvallende bal. Helemaal terug. Kan het nog. En Ferdinand. 89e minuut. Besluit om niet meteen voor die 16 meter te gaan, maar even die rust terug te pakken.
Balak, Maldini en Ferdinand tikken er wat op los. Twee minuutjes komt erbij. Nu dan, hier blijft hij midden. Oh, tik hem door. Wat een slechte paas van Gullit. Zonde. En dan is het nog oppassen, want kan Bas hier nog het extra pijnlijk maken? Het is inderdaad buitenspel. En dan denk ik dat de wedstrijd gaat eindigen in een 2-1 stand. We gaan hem nog even afkijken. Maar ja, met nog 8 seconden te gaan. Wat gaat hier gebeuren? Wordt dit een variant? Een kleine variant. Je ziet Bas als een gek naar voren lopen. Dit mag nog door, dit mag eruit. Dit mag afgefloten. Meer door. Bas Quist wint deze wedstrijd met 2-1. Hij heeft nog geen garantie voor de punten in het algemeen. We hebben nog een tweede lek. Daar gaan we zo meteen naar kijken. Dat belooft veel. Dankjewel. Sick. Tot zo. En dan zijn we bij de returnwedstrijd. Tussen de Graafschap en Excelsior. Nu de Graafschap wel een keer in de eigen kleuren. Ja, ook wel eens leuk. Rood-wit. Ja. Dat is de eerste keer dat ik dat zie in een aantal speelrondes tijd. 2-1 voor Bas, voor Excelsior. Het is een apart potje voor ons. We zitten hier in een heel klein hokje. En het is nu een klein stinkend hokje. Ik zit hier weg te dampen. Dus je weet dat wij als commentator het leven van de commentator niet over rozen gaat. Nou, we hebben wel een leuk... komt wel in de buurt. Precies. Het ruikt wel naar roosjes. Dat dan weer net niet. Heb je wel in ieder geval een leuk potje. Dat is dan wel prima. Dani moet. Ja. Ik gooi meteen maar de deur open. Ja, Dani moet er eigenlijk twee maken. Aan een gelijkspel hebben ze beide niet zoveel. Nee. Nou, aan een gelijkspel hebben vooral Renzo en Jimmy veel. Nou ja, hoeft niet per se. Want dan moeten Renzo en Jimmy natuurlijk zelf wel winnen. En Renzo speelt tegen Tony. Is ook zo. Maar ja, dat is allemaal speculatie. Wij weten natuurlijk ook niet wat op die andere velden gebeurt. Dat moet maar gewoon bekeken worden. Maar de Graafschap laat in ieder geval wel duidelijk het signaal afnemen van... Hey, hallo, ik ga niet zo makkelijk even hier verliezen. Ze beginnen lekker meteen. Ik ga mijn kopje wel nog even laten zien. Ja. Ja, we hebben het al vaker gezien. Dani was een beetje king comeback. Vorige ronde tegen Tony lukte het net niet. Maar natuurlijk vooral die pot tegen Jimmy was bizar. Op zich, Dani kan je niet uitsluiten met een klein achterstandje. We hebben nog flink wat tijd te spelen. Nog bijna deze hele wedstrijd. Dus één doelpuntje verschil is te overbruggen. Moet het niet heel erg hard gaan uitlopen. Ik zag daar wat ruimte namelijk voor Bas. En daar was ik een beetje huiverig voor. Ja, misschien als die... Ik weet niet hoe aanvallend Dani nu natuurlijk staat in zijn tactiek. Ja. Maar als hij echt op constant pressure staat, dan ga je gewoon gaten weggeven. Natuurlijk. Ja, dat is een beetje de tactische keuze die je moet maken. Ga je meteen volle bak of lag je het even aan? Dan ga je kijken hoe de wedstrijd loopt. Dan ga je dan altijd als het echt nodig blijkt, nog volle bak spelen. Met het risico dat je dan misschien te laat bent. Ja, ik wilde net, exact dat wilde ik zeggen. Ja, nou ja, mooi dat we op dezelfde level zitten. Dat is gewoon lekker dan even. Dan voel je elkaar goed aan. Geweldig. Nee, maar het is lastig te zeggen. Weet je, Dani scoort waarschijnlijk toch wel 1 of 2 keer. Omdat hij gewoon een speler van dat niveau is dat hij altijd wel gaat scoren. Maar het gaat ook om hoe vaak je hem tegenkrijgt. Als je meer scoort dan de tegenstander, win je altijd, hè? Klopt, ja. Johan Cruijff aan de bal. Johan Cruijff, ja. Alsof het zo moest zijn. Hier, Alexandro. Zou jij ook nog een paar wijze quotes hebben, denk je, Alexandro? Of niet per se? Ja, maar ik spreek niet zo goed Portugees. Dus... Nee, precies. Wel kans voor die andere Portugees, of voor de Portugees. Dus CBO geeft hem uiteindelijk aan Ronaldo Lima. Die probeert in de korte hoek Neuer te verrassen, maar dat mislukt. Wel houdt Dani Visser hier een corner aan over. Die wordt genomen op Eusebio, maar easy catch voor Manuel Neuer. Ja, even het balletje vasthouden. Even uitzoeken, spelers in positie laten komen. Je ziet dat heel veel mensen, vooral de niet-pro's, die gooien die bal meteen naar voren. In de hoop dat ze... Ik ook altijd. Ik zie op zijn hand opsteken. Ik ook. In de hoop dat je dan meteen snel die counter in kan gooien, weet je wel. Maar vaker verlies je dan alsnog de bal en sta je spelers zo uit positie dat je die tegenkomt meteen om je oren krijgt. Je ziet pro-spelers bijna nooit meteen die bal uitgooien. Wijze les dit eigenlijk, hè? Ja, ik gooi hem maar even op tafel. En toch ga ik vanavond FIFA spelen. En wat denk je dat ik doe? Tuurlijk, ik ook. Meteen die bal gewoon uitgooien. Ik denk ook echt, ik zag laatst mensen ook in de comments, dat op YouTube dan inderdaad, wat ook werd uitgezonden natuurlijk. Ja. Dat vond ik wel mooi, dat mensen zeiden van, ik leer hier echt van door te kijken en door te zien wat deze jongens doen. Ja, ik zelf ook, we hebben natuurlijk commentaar bij die wedstrijd. Oh, dit is een hele mooie actie, meteen de 3-1. Over 2 games gezien. 0-1 in deze wedstrijd. Ja. Je ziet het aan Dani's hoofd van, wat nu? Wat nu? Ja. Ik denk dat door zijn hoofd nu ook wel spookt van, hé, er moet ook iemand vijfde gaan worden van deze jongens. Hè? Ze staan nu allemaal gelijk. Er staan op dit moment 4 ploegen op 4 punten. Ja. En 1 van die 4 die gaat dus de play-offs niet halen. Ja, het is zo ziek dat je nu in ieder geval gelijk staat. En over 2 wedstrijden staat er 1 van die 2 direct geplaatst bij de nummer 1 en 2. Ja. En 1 van die 2 is gewoon klaar. Ja. Die staat vijfde. Die is gewoon klaar. Maar natuurlijk is er nog een 5e wedstrijd, maar inderdaad, het is precies wat jij zegt. Ook ja. Vooral heel erg van in zijn hoofd. Dani speelt nu voor een directe plaatsing.
Ja. En dan moet je uiteindelijk straks nog maar hopen dat je de play-offs haalt waar je misschien zelfs direct uitgeschakeld wordt. Dat is zo'n kanteling, zeg maar. Zo'n totaal andere kant van het verhaal. Dat is zo bizar. Zeker. Je speelt eigenlijk voor de... bij wijze van spreken, ja, je speelt gewoon voor het directe. En uiteindelijk moet je oppassen dat je niet degradeert. Ja, het is niet echt degradatie, maar dat je je niet doorgaat. Uit, ja, dat zou pijnlijk zijn. Dan heb je gewoon... In een half seizoen heb je 6 potjes mogen spelen. Dat klopt niet, 10 potjes mogen spelen. 5 speelrondes. Dat is super mooi, maar dan ben je klaar. Naar huis, ja, dat wil je natuurlijk niet. Nee, ja, ik weet dat Dani het volgende potje in de laatste ronde tegen Paski mag. Paski staat voor deze speelronde beginnen nog op 0 punten. Die speelt op dit moment tegen Jimmy. Ik weet natuurlijk niet hoe het daar gaat, maar ja, weet wel dat je tegen Paski maakt. In ieder geval, als we zo naar de punten kijken, een kansje. Dus daar zou je dan wat punten kunnen pakken. Maar ja, je kan hem ook van verliezen, weet je. Iedereen in de divisie is goed. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Het is wel een zaak voor Dani om nu al een beetje aan te haken. Want je hebt geen garanties. Hier dit is in ieder geval een goede aanval, maar schot, heel raar schot van Ronaldo. Met links ook. Waarom ziet hij die bal niet first time rechts in de verre hoek? Of misschien in de korte hoek als de keeper komt. Ja, dat vraag je af, ja. Heel raar dat hij met links neemt. Ja, daar heb je natuurlijk als speler geen invloed op. Nee. Dat is maar net de animatie. De animatie die de speler maakt. Hier een foutje van Bas. Wel een beetje raar hoe die bal tot stand kwam. En het balbezit wordt gelijk overgenomen door Dani Visser. Die door blijft drukken. Eigenlijk hebben we Bas pas 1 keer gezien deze wedstrijd. Ja, en dat was bij de goal. Dus dodelijk effectief is die. Ronaldo met het schot. Dani heeft bijna al het balbezit. En ook de meeste zo'n halve kansen. Maar het zijn allemaal halve kansen. Het zijn allemaal van die ballen die al op zich al in een goede positie zitten. Vervolgens geblokt worden door een verdediger van Excelsior. Dus ja, het zijn allemaal van die halve kansjes. Ja, het lijkt alsof hij heel erg overgewicht heeft. Excuses Daniel, dat valt wel mee. Nee. Dat vind ik wel meevallen. Ja. Nee. Overwicht. Jezus, overgewicht zegt hij gewoon. En dan ben je commentator van beroep. Hoe lekker is dat? Nee, ja, overwicht. Nee, maar het valt inderdaad mee. Het zijn niet echt uitgespeelde kansen. Dit is ook niet lekker. What the fuck, ik vind dat ook mooi, als zij 1 keer zo'n bal weggeven, worden ze echt boos. Terwijl dat als je een potje van mij zou breakdownen, doe ik dit 20 keer een potje. Ja, maar de tegenstander zijn ik ook en dan gaat het zo'n beetje op en neer en dan heb je dat soort potjes. Maar ja, natuurlijk de kijkers is een beetje de gemiddelde FIFA-speler natuurlijk die dit ook kijkt. Die zal dat vast herkennen wat ik zeg. Inderdaad, ja. Op dit niveau mag je zo'n bal ook niet weggeven, ook omdat je weet, als ik dat doe, die tegenstander gaat die fout echt niet maken. Die tegenstander gaat natuurlijk wel dat proberen af te straffen. Dani geeft het zelf aan, afgelopen. Dat denk ik ook. We hebben nog een helft te gaan. Ja. Maar het is 4-1. En dan kun je wel de Combat Kit genoemd worden. Maar ja, nou dat een keer op natuurlijk. Je hebt nog 45 minuutjes om 3 goals te maken voor een gelijk spelletje. Ja, plus hij zegt zelf al, het is klaar. Ja. Afgelopen. Dan zit je met je kopje al in je buik. Ja, ik wilde zeggen, dan heb je zelf ook geen vertrouwen meer. Maar we gaan het afkijken. Wie weet... er gebeuren rare dingen. Het balletje is rond. Exact. Hartstikke rond. Je ziet het wel, hè? 2 schoten voor Voor Bas. Voor Bas, sorry. Hij is dodelijk effectief. Ja, dit was gewoon ook echt een goede goal. Speelt hij heel goed uit. Constante druk nu bij Dani. Ja, hij moet iets. Hij moet nu volle bak gaan. Ja, je moet nooit opgeven. Natuurlijk niet. Nee. Want het ging nog, we hadden het over doelsaldo. Het was 1 en -3. Nu staan ze allebei -1. Ja. Maar natuurlijk het onderlinge resultaat is voor Excelsior. Nou durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen of... Waarschijnlijk gaat het dan niet heel erg uitmaken, want Excelsior op punten misschien... Ja, als ze punten gelijk komen, misschien wel, ja. Stel dat Excelsior de laatste wedstrijd verliest en Dani wint, dan komen ze in punten gelijk. Gaat het om doelsaldo? Ja. Heeft Dani nog kansen? Gaat het om onderling resultaat? Dan is Dani eigenlijk al klaar. Dan kan hij Excelsior niet meer inhalen. Nee, het is in ieder geval heel erg speculeren en je moet alles rekening houden. Het is in ieder geval heel duidelijk dat deze pool ontzettend spannend is in die middenmoot. We hebben inderdaad 1 duidelijke pool aanvoerder, Tony Kok. En 1 duidelijke, wat mindere, Paski Rokers, maar dat is gewoon zo. zo simpel is het. Ja, we kunnen wel om de hete keer heen draaien. 0 punten na 3 wedstrijden. Die kan trouwens nog steeds door. Als hij gewoon 2 keer wint, heeft hij 6 punten. Sluit dat niet uit. Naar de play-offs. Naar de play-offs, zeker. Nee, daarom. Dus ja, in deze pool kan eigenlijk alles nog. Hier een aardig schotje. Neuer pakt hem op. Ik vind het heel lastig te zeggen of er hier nog voor Dani iets in zit. Als hij heel snel die 1-2 maakt, misschien. Maar het wordt ongelooflijk lastig. Dat weet je zeker. Hier dan met Maldini. Kijken of we iets van die constante druk terug gaan zien. Er staan veel mensen voorin, uiteraard.
Ja, dat kan. Een van is Ronaldo, maar dat wordt gewoon heel sterk en kort verdedigd. Gewoon kort op de man. En dan in de counter is er heel veel ruimte bij Eusebio. Die versnelt Alexandro Koekenbakker. Of Koekenbakker? Koekoek. Dit is ook lekker. Call this amazing skill. Bijzonder balletje over de zijlijn getikt. Dat kan ik ook. Dat zou ik ook nog net kunnen, ja. Nee, ja, je zegt net ook heel veel mensen van Dani nu voorin, maar ja, ook heel veel mensen van Bas achterin. Want inderdaad, als je zo dik voor staat, hou je het dicht. Dat doet hij ook nu goed. Alexander aan de bal. Drijf hem even het hoekje in, joh. Even het hoekje in. Maar dat wordt heel goed onderuit gevoetbald. Heel goed onderuit gevoetbald. Zo wat de ruimte hier. Je zegt het op Eusebio inderdaad. Maldini wint daar op kracht. Ah, Eusebio. Kan je zelf ook even adem uitblazen. Ja. Zat er zelf ook van. Kyle Walker. Dat is dan misschien toch omdat hij nu iets gehaast gaat spelen natuurlijk. Ja, de kunst is voor Bas om gewoon het hoofdje koel te houden. Die staat er heerlijk voor, 4-1 over twee wedstrijden gezien. Je hoeft niet te haasten, je hoeft alleen maar een beetje alles dicht te houden. Je kan zelfs nog 1 of 2 doelpuntjes tegenkrijgen, niks in de hand. Dan is er nog steeds geen reden tot paniek. Nog een half uurtje speeltijd. Dus ja, dit zou geen probleem moeten worden. Die keeper die even uitkomt. Neuer gaat even meevoetballen, wat hij altijd doet. Zeggen, we kennen Neuer being Neuer. We kennen Neuer niet anders. Dit is goed verdedigd. Dat had hij moeten, als hij daarop had gerekend, had hij dit niet gedaan. Maar zo werkt het nou helemaal niet. Misschien een klein fake shotje wat hij deed. Ik weet niet wat hij daarbij. Studio. Hier. Gullit die even opent naar Walker op de rechterkant. Cruijff. Ja, hier toch wel wat ruimte. Ook weer toch weer naar buiten. En weer terug. Het is daar zo druk. Ja. Het is daar zo druk. Ik zie hier 2, 4, 6, 7, 8, 9 mensen binnen de eigen 20 meter eigenlijk. En dan toch gaat de bal naar voren en dan heb je er meteen 3 alweer naar vopperen. En dan komen er de 4e en de 5e zelfs nog aan. Dit is ongekend. Wel goed verdedigd dit door, volgens mij, Cruijff. Ja, Cruijff was dat. Die verdedigend werk doet. Ze verdedigen de taken. Ja, het is heel lastig. Je zit inderdaad mee te kijken. Je ziet als Dani aan de bal is daar. Het is zo ongelooflijk druk. Ja, nu een vrije trap. Aardige zaag. Even neer. Ja, slimme zaag ook. Je kan bijna niks doen als het zo druk is daar. Je kan bijna niks voor elkaar krijgen. Hij gaat inderdaad vaak weer naar de zijkant toe. Dan toch weer terug. Naar de andere zijkant proberen. Toch weer terug. Om maar te zoeken naar een klein gaatje. Je ziet nu ook de 3-4-1-2. Het is wel 3-4-1-2. Ik wil zeggen 3-5-2. 3-5-2 is weer teruggezakt. Dan heb je die twee CDM's in plaats van CM's. Maakt natuurlijk in principe niet zo heel veel uit. Dit is nog iets aanvallender. Henri, die er even in komt. Ronaldinho ook. Ja. Van Alexandro. Neymar op 10. Ja, 3 verse krachten, 3 aanvallende wissels natuurlijk. Je moet wel. Hij heeft nog 20 minuutjes over om 3 goals te maken. Dat wordt heel taai. Dat wordt aardig taai. Kijken of er ook wat grote gaten gaan vallen achterin natuurlijk. Dat kan ook, dat is een risico dat erbij komt als je volle bak aangevallen. Hier is die vrije trap. Wat kan je daarmee? Gullit. Dit is mooi gespeeld. Dit is goed gespeeld. Keeper stond helemaal buiten positie, uit positie. Natuurlijk al in die rechterhoek. En gaan we het dan meemaken? La remontada! Ik ga er even goed voor zitten. Ik klop een beetje op het bureautje, want ik ga er ook even verzetten. Ja, het zijn natuurlijk nog 2 goals, maar 2 goals in 20 minuten, dat zal opeens wel weer mogelijk. Dat verandert het hele perspectief. Maar dan moet het nu niet meteen 3-1 worden. Die tik of goal, Oh, waarom? Waarom? Hij zegt waarom zo laag, maar waarom het stiftje? Ja. Het kan nog, maar... De keeper stond ver uit zijn doel, ja. Maar je stond wel dicht op de keeper, hè. Je moet hem wel zo strak omhoog krijgen om dan nog over de keeper heen te krijgen. Zeker die Neuer. Ronaldinho wint hier het kopduel en dan ligt toch wat ruimte nu. Winter van Walker. Henri Ronaldinho. Nu dan. Thierry Henry. Een opleving van Dani Visser en die... dit is zonde. Ja, dit is misschien kost hem aan zijn kop. In plaats van een grote kans is er nu balverlies. Ja. En dan ga dan de bal nog maar terug veroveren. En je ziet hem, dat Dani natuurlijk geen backs meer heeft. Die zijkanten vrij zijn. Ja, vrij. Heel vrij zijn. Met die Henri bijvoorbeeld hier op links. Nu Alexandro die er overheen kan komen. Je hebt geen backs meer als Dani zijnde. Dus ja, dat zijn de plekken die openvallen. En hier ook heel veel ruimte. Spelers die blijven voorin staan. Nu aan. Gepakt door Neuer, want die de keeper goed bewoog. Zijkantje opgezocht. Walker. Die als centerback opereert. Hier vrijheid bij. Kijk, hier is wel veel ruimte natuurlijk. Cristiano Ronaldo. Nu er langs niet. Nee, Alexander zet daar zijn lichaam tussen. Nog 10 minuutjes te spelen. Ik denk dat Bas dit wel uit gaat spelen. Of gaat hij toch nog op zoek naar de goal? Nou ja, hij gaat op zoek naar de goal. Hij heeft heel veel ruimte. Pelé is weg.
En dan toch die rust houden. Ja, ik snap het wel heel goed, toch? Ja, uitspelen die wedstrijd. Tuurlijk, waarom zou je? Hij moet er nog twee maken. Speel die bal maar terug naar de keeper. Dat gaat hem nooit meer lukken. Nee. Hij houdt hem aanvallend. Hij gaat gewoon op zoek naar die goal nog. Dat vind ik mooi. Verlies hij de bal? Misschien niet altijd even slim. Je heeft de bal meteen weer terug. Dat scheelt weer. Ja, dan gaan we toch wel... Ik denk dat we kunnen zeggen dat we toch wel redelijk klaar zijn. Ja, nog 5 minuutjes. Iets meer met extra speeltijd. Hier misschien. Ja. Show een matige bal. Ja. Gewoon over de grond als een optie geweest. Had door de lucht en daardoor onderschepping. Hier ruimte voor Neymar. Die is vers. Die heeft dan wat snelheid. Ronaldo. Niet goed. Wat is dit voor paniekerigheid al? Paniekerigheid. Ja, inderdaad. Ja. De kunst is om nu gewoon de bal in de ploeg te houden. Hoewel, bij deze stand niet zo heel veel meer uitmaakt. Nog een paar minuten te spelen. Misschien nog één keer dan. Dani Visser. Via Gullit. Ronaldo. Die dan weer Gullit vindt. Terug op Ronaldo. En nee, het is niet zijn wedstrijd. Het is niet de wedstrijd waar Dani Visser op gehoopt heeft. En ik denk dat Bas hartstikke blij is met... Goede tackle. Ik denk dat we Bas mogen feliciteren, want die heeft het gewoon geweldig gedaan. Zeker. Hij wint deze ram en ram belangrijke wedstrijd met Excelsior. En maakt daarmee een goede kans op eventueel directe plaatsing voor de eindronde. Of misschien dan wel via de play-offs. Maar zeker. Ik denk dat hij hier een hele grote stap zet in dit E-divisie seizoen. Stampt hij door naar 7 punten. Dani blijft op 4 staan. Hier nog een goaltje om het af te leren. Oeh. Nee, dat is hem niet gegund. Hier wordt de bal naar voren getrapt en wint Bas deze wedstrijd. Excelsior pakt de 3 punten. De Graafschap druipt af. Jullie graag de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering. Laatste speelronde. Spannend alweer. Zeker. Voor nu bedankt voor het kijken. En laters. Doei doei. Bas, een do-or-die wedstrijd. De winnaar van deze wedstrijd, Excelsior de Graafschap. Ja, die heeft goede zicht op de volgende ronde. En jij komt als winnaar uit de bus. Ja, heel blij mee natuurlijk. Tegen Dani. Die ken ik goed van online, heb ik misschien wel een stuk of 10, 20 potjes tegen gespeeld. Dus we kennen elkaar goed, we weten precies hoe we spelen. Het was een beetje aansluiten bij de top of achterin blijven bungelen. Dus het was ik moest gewoon zakelijk spelen. De tweede wedstrijd die ik tegen Paski heb gespeeld, zo ben ik verder gegaan tegen Dani. Mm-hmm. En goed gespeeld. Oh, wat grappig dat jullie elkaar van online kennen, want dan ken je denk ik ook een beetje zijn tactiek. Ja, we kennen elkaars speelstijl wel aardig. En we weten precies waar onze zwakke punten liggen. En waar lagen zijn zwakke punten? Door het midden. Dus snel combineren door het midden. Ik heb natuurlijk toppers staan, 2 Ronaldo's. Combinatie met hun. En dan de vleugelspelers af en toe een beetje door het midden. En gewoon afstand schieten. Dani, je tweede nederlaag op rij. En daarmee maak je het voor jezelf niet makkelijker op in de pool. Nee, zeker niet. Ik wil altijd winnen. En op dit moment tweede verliezen op rij. Zijn we natuurlijk vierde, denk ik. Met 4 punten. En... ik wil de top 2 halen. Dat wordt nu een beetje lastig. Maar dan natuurlijk voor de play-offs gaan. Gewoon de laatste pot knallen. En toch nog die play-offs eruit halen. KPN en Fox Sports. Partners van de Eredivisie.